Hoi, het is alweer bijna Pasen en ik wou een video maken over Pasen. En dat ga ik dus bij deze ook doen. Ik ga verantwoorde paaseitjes maken. Je hebt voor deze gevulde paaseitjes maar twee ingrediënten nodig. En dat is ten eerste pure chocola, minimaal 72%. En 50 gram pindakaas. En je hebt natuurlijk ook een mal nodig. Deze komt bij de Xenos vandaan. En je kan natuurlijk ook andere malletjes gebruiken zonder paaseivorm om gewoon lekkere gevulde bonbons te maken. We gaan eerst de vulling maken, want die moet nog even opstuiven in de koelkast. Dus dan doe ik gewoon de pindakaas in een pannetje. En ongeveer 30 gram van de pure chocoladereep. Als alles is gesmolten, dan doe je dit even in een schaaltje en dan laat je het ongeveer een half uur afkoelen in de koelkast. De rest van de chocola, dat ga je smelten. Ik heb daar een heel mooi apparaatje voor, maar dat kan je natuurlijk ook gewoon in een pannetje doen met kokend water. Daar dan een schaaltje in doen, die daar natuurlijk tegen kan en daar dan de chocolade in smelten. Maar ik heb dit apparaatje en dat werkt net zo goed. De chocola is gesmolten. En vanaf nu wordt het een lekker een klierbolletje. Dus ik zou wel wat keukenpapier en zo bij de hand houden. Het is belangrijk dat de chocola weer een beetje op kamertemperatuur komt. Voordat we het in het vormpje doen. De echte banketbakker die gebruikt daar een fantastische hulpmiddelen voor. Zoals een marmeren plaat of iets dergelijks. Dat heb ik gewoon niet. Dus we gaan het even op de leken manier doen. En dat is gewoon in een ovenschaal. En je haalt alle chocolade eruit. En je gaat het gewoon een beetje heen en weer bewegen. Zodat het weer een beetje afkoelt. Dan giet je het in de vorm. Dit is ongeveer goed voor 6 eitjes. Zoals ik al zei, wordt het een beetje een kliederbol. Ik heb net niet genoeg voor 6 eitjes. Ik heb net wat chocolade gemorst. Dus dat komt gewoon daardoor. Maar goed, dan maken we er 5. Het is belangrijk om eventjes een beetje te schudden. Zodat de luchtbelletjes eruit komen. Je ziet bij sommigen ook wel dat er wat luchtbelletjes omhoog komen. En dan ga ik nu het chocolade eruit laten lopen, zodat er alleen maar een laagje overblijft wat in de mal blijft zitten. En dan doe je eigenlijk gewoon zo, zodat alles een beetje eruit komt. De mal zet je nu in de koelkast voor ongeveer 10 minuten. De vulling is opgesteven in de koelkast. En nou, de eitjes, de vormpjes zijn hard, dus nu kunnen we de vulling erin doen. En dat kan met een lepeltje. Dat kan met een spuitzakje, wat je in huis hebt, wat je prettig vindt. Als de vulling goed is verdeeld, dan gaat het weer even in de koelkast. En de vulling moet wel echt een beetje hard zijn. En vaak is dat nog een half uurtje, nog een uurtje, dat je dan moet wachten. Nou, de eitjes zijn uit de koelkast en ik heb de chocola die eerder uit de vorm is gekomen, heb ik opnieuw gesmolten en heb ik weer even op kamertemperatuur gebracht. En dat gaat nu over de eitjes. Nou, de randjes maak je even een beetje schoon. Ja, mag natuurlijk eigenlijk niet met je vingers. En dan gaat het weer terug de koelkast in. En dan moet je wachten totdat de chocola weer hard is geworden. En dat zal denk ik ook ongeveer na een half uurtje of zoiets zijn. Ze zijn uit de koelkast en ik haal ze nu uit de mal. En dit worden dan je paaseitjes. Zo zien ze er van binnen uit.
Ze zijn hartstikke lekker. Je kunt ze natuurlijk weggeven, maar je kan ze natuurlijk ook lekker zelf opeten. Bewaar ze wel in de koelkast. Vond je deze video nou leuk? Abonneer dan alsjeblieft even op mijn kanaal. Voor vragen, dat kan je natuurlijk altijd in de comments of in de mail. Oeh, de tv staat nog aan. En nu gaat het weer even de koelkast in. Oh, een sms.